Beste kijkers, vandaag gaan we de vraag beantwoorden hoe het komt dat banken zo enorm veel winsten maakten de vorige jaren en hoe dat komt dat banken nu opeens zoveel verlies maken en eigenlijk ja, gewoon failliet gaan. Allemaal tegelijk eigenlijk. Er is eigenlijk een zeer eenvoudig antwoord op. Wel, de bank heeft vroeger heel veel winst gemaakt omdat de bank eigenlijk met veel meer geld belegt en investeringen doet dan dat ze zelf hebben. Ja. Namelijk, ze beleggen met geld van al die spaarders. Ja. En zelf hebben ze veel minder kapitaal. Ja. Dus de wet stelt dat ze eigenlijk een eigen kapitaal moeten hebben van, het is ergens rond 8%, maar laten we zeggen 10%, van hetgeen dat ze aan beleggingen hebben lopen. Dus bijvoorbeeld onze bank KBC, of laten we Dexia nemen, dat is nog het grofste van al eigenlijk, onze Dexia bank. De Dexia bank heeft een balans van bijna 1000 miljard euro. Dat wil zeggen dat zij beleggingen hebben lopen van 1000 miljard euro. Hun eigen kapitaal, en om te weten hoeveel dat is, 1000 miljard euro, de BNP van België is 300 miljard. Dat wil zeggen dat alle Belgen, dat zijn 11 miljoen mensen, produceren aan producten en diensten. Wat alle zelfstandigen produceren, alle werknemers, alle bedrijven en alle overheidsbedrijven samen. Ja, dus de totale waarde van verkochte goederen, producten en diensten is per jaar 300 miljard euro. Van die 300 miljard euro per jaar worden er 100 miljard euro aan belastingen betaald. Dus een derde van alles wat we produceren gaat naar de staat. En dat derde gebruikt de staat om van alles te doen. Nu, de balans van Dexia is 1000 miljard euro. Dat wil zeggen dat zij voor 1000 miljard euro aan beleggingen hebben lopen. Van waar halen zij dat geld? Van de spaarders. Hè? Er zijn de spaarders in totaal die 1000 miljard euro bij Dexia hebben staan. Nu, wat is hun eigen kapitaal? Het eigen kapitaal is 10%, dus Dexia heeft zelf 100 miljard euro. Nu, hoe komt het dat een bank als Dexia of al die anderen zoveel winst maakte vorige jaren? Wel, als je zelf 100 miljard euro hebt, maar je bent aan het beleggen met 1000 miljard euro van spaarders. Als je dus bijvoorbeeld 10% winst hebt op dat kapitaal dat je aan het beleggen bent, 1000 miljard euro, 10% winst daarop, je hebt ook 100 miljard euro winst. Maar die winst, dat wordt niet gezegd van, we hebben 100 miljard euro winst op 1000 miljard gemaakt. Nee, nee, wat er gezegd wordt is, we hebben een eigen kapitaal van 100 miljard en we hebben 100 miljard winst gemaakt met dat kapitaal van de spaarders. Dus, we hebben 100 miljard winst. Maar ze hebben een eigen kapitaal van 100 miljard en 100 miljard winst. Dat zijn enorme rendementen, hè. Dat is een eigen kapitaal verdubbelen op 1 jaar tijd. Ja, dat is knap. Maar dat is ook dus de verklaring waarom dat ze zoveel verlies heel snel kunnen maken. Als zij met 1000 miljard euro beleggen en ze maken bijvoorbeeld 10% verlies, dan verliezen ze 100 miljard op een jaar. Ja? Maar ze hebben zelf maar een kapitaal van 100 miljard euro. Dus opeens op 1 jaar is hun heel... Want zij moeten met eigen kapitaal dat verlies betalen, hè? Opeens zijn ze op 1 jaar dat hele kapitaal verloren. En opeens zijn ze dus failliet. Ja. Want de wet stelt dat ze wel zelf 10% van eigen kapitaal moeten hebben. Dus wat ze moeten doen als ze opeens dus 100 miljard verliezen daar, in die beleggingen, en dan is hun kapitaal opeens weg, dan moeten zij dus direct zorgen dat ze dus nieuw kapitaal kunnen vinden. En dat kan zijn door van de staat een lening aan te gaan, een achtergestelde lening, en dan krijgen ze bijvoorbeeld van de staat dat geld opnieuw. Of ze kunnen bij de centrale bank een lening aangaan, of ze kunnen proberen bij andere banken, maar dat gaat niet meer tegenwoordig. Of ze kunnen nieuwe aandelen uitschrijven, en dat is nu al heel populair natuurlijk. Nieuwe aandelen uitschrijven en dan krijgen ze nieuw kapitaal, dat is eigen kapitaal is. Dus, voilà, de banken kunnen heel veel winst maken, omdat ze dus met een hefboom werken. Ze beleggen met veel meer geld dan dat ze eigen kapitaal hebben. En de banken kunnen heel snel heel veel verlies maken, omdat ze dus ook met een hefboom werken. Ze beleggen met veel meer kapitaal dan dat ze zelf hebben. Voilà, dat is de verklaring. waarom dat banken heel veel winst kunnen maken en waarom de banken ook heel snel heel veel verlies kunnen maken.